We zijn in Groenendaal en we staan hier bij een imker. En die meneer die is in Hoofddorp of bij Krukius. Bij Krukius, ja. Imker in Krukius. Deze korf, hè, dat is een niet zo grote korf. Hoeveel bijen schat u dat erin zitten? Nou, ongeveer 4.000 à 5.000 bijen. 5.000 bijen. En u vertelde me net, buiten de camera om zeg maar, dat er ook al honing in zit in die raad. Hè? Ja, zeker. Ja. Kunt u het laten zien? Jawel. Deze is dus al voor de helft afgezegeld. Ja. En waar het dus glinstert, is het ook al bijna vol. Ja. En als die dus 2/3 afgezegeld is, dan mag je hem slingeren. En het slingeren wordt de honing eruit geslingerd, ja, zeg maar. Ja. Dan moet je het ontzegelen, dus dan haal je al die dopjes er weer af, dat die honing eruit kan. Ja. En als je nou zo'n heet dat een raad? Dit? Ja. Dit is een broed. Als je dat eruit haalt, in dit geval, hè, worden ze nooit agressief hierbij? Nou, als je dus, het ligt er ook aan het weer. Als je dus onweer krijgt of zo, dan zijn ze ook. Maar dit is een heel rustig volk. Dit is bukvast. Dit is gekweekt eigenlijk door een geestelijke in Schotland. Ja. Dus het is geen wilde bij. Het is geen wilde bij. Maar dit is een gekweekte bij. Een gekweekte bij. Maar dit is heel mooi. Maar u staat helemaal niet in pak of zo, dus u beschermt zich ook nooit met... Nou, ik doe wel eens wat lijnolie op mijn handen. Ja, ja. En ja. Daar steken ze niet zo gauw in je handen. Nee. Maar uiteindelijk, ik voel die prik nog wel, maar voor de rest heb ik er geen last meer. Geen last meer. Dank u wel. Iets te danken. Thee, ja. De thee is lekker. Ja. Hey, wat is dat? Zo, dit. Ja. Daar hebben de bijen toch heel hard voor gewerkt, denk ik dan. Ja. 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 Dat kan ik dan mij eten als ik wil. En wie wil me nog helpen? Ja? Nou, ik ga eens even... Trappertjes staan. Kom hier, ik help je. Ja. En dan ga je net, als met de kaasschaaf. Doe maar. Ga maar vast. Dan ben je makkelijk. Kom ik. Wauw. Doe je dat goed, joh. Wat fantastisch. Wat een talent. Zoek jij nog werk? Ben je daar nog een beetje pion voor? We kunnen wel wat hulp gebruiken, hoor, denk ik. Ops. Wauw. Oeh, dat is een hoop... honing. Moet je met je andere hand even zo proeven. En lekker. Wil je nog even proberen? Ja, nee, ik wil wat maken voor u. Wauw. Lekker hoor. Ja, wel lekker. Smaakt het goed? Ja, dat is goed. Luc, een gaatje bij je. En je kan daar je handen afvoeren, bij het water, achter je. Ja. Als je handen erop staat. In de emmer. In de emmer. Goed man. Hop, perfect. Wil je ook schaven? Nee? Je moet ook met je andere handen proeven, hè? Oh, het wel goed is. Maar we gaan straks even aan de andere. En waarom moeten we dit nou doen? Omdat anders kan de handen er niet uit. Ah, kijk. Dus daarna kan die slingeren. Ja. Nou, moet hier nog een klein beetje. Wil jij nog getild worden? Ik denk nog een klein beetje. Ja, Lemmers, hoe is het met de bijenpopulatie hier in de regio? Is het achteruit gegaan? Bijenpopulatie? Ja, gewoon. Nou ja, ik zeg wel eens gekscherend, één zwaluw maakt één zomer. Nee. Ik zeg dat kun je pas over 10 jaar zien. Maar de belangstelling, bewustwording voor de bijen is enorm. Achter je wordt iemand nu aangevallen door een bij. Okay. Die bij heeft waarschijnlijk slecht geslapen. Ruikt je soms een klein beetje de zweet? Nee. Dat vinden ze ook nog. Nee, je moet het zo zien. Dag, tot ziens. Iedereen zegt het gaat goed met de bijen, maar dan zeg ik van ja, goed met de bijen, dat moet je pas over 10 jaar zien. De bewustwording voor de bijen is er wel en daar ben ik heel blij om. Heel veel acties, iedereen wilde zich inzetten voor de bijen. Ja. Maar niet alleen voor de honingbijen, het zijn ook de wilde bijen, het zijn de hommels, het zijn de metselbijtjes, solitaire bijtjes. Die hebben ook hulp nodig. Ja. En ik zeg tegen die kinderen die hier staan, ouders die hebben het steeds drukker, waardoor er steeds meer stenen in de tuin komen. En ik zeg dan tegen die kinderen ook van, worden die stenen, geven die honing? Nee. En je ziet dat er steeds meer versteend, Nederland versteent. Ja. En het zou een goede zaak zijn als we één stortbui hebben, we 1 miljard euro schade.
dat er meer stenen uitgaan, meer groen in, minder gemaaid wordt. Ja. En ik vind de burgemeester die vandaag gewoon even binnenkomt huppelen, even naar de bijen kijkt en, ja. En ook een idee had van die bushaltes. He, van Connection en van al die andere busmaatschappijen. Waarom doen ze daar niet een plantenbakje op of een bloembak of iets anders? Nou, want de bermen worden gezaaid met bloemetjes en zo. Ja. Dat helpt wel. Nou, absoluut helpt dat. Minder maaien en meer zaaien zorgt voor 25% meer aan wilde bijen. Ja. En waar ik zelf heel blij mee ben, Ton van der Brink hier, collega journalist van je, die volgt mij al een jaar of 15. Die weet dat het eigenlijk een missie is. Iedereen haalde 10, 12 jaar geleden zijn schouders op. Bijen, moeten we met bijen. Maar nu heb je die bewustwording. Zonder bijen zijn die winkels leeg. Ja. En die kinderen ook. Moet die geit daar weg? Nou, die geit die mag daar wel weg. Wil jij hem wegjagen? Voordat hij de bijen omgooit. De bijenkasten. Nee, die bewustwording is er. En daar ben ik heel blij om. En op heel hoog niveau tot aan laag niveau. Natuurmonumenten, allerlei mensen die nu meezaaien. En ik zeg wel eens gekscherend, dat is een slogan van mij. Zaaien doet zoemen en dat is een goede zaak. En ik heb begrepen dat onze koning ook een, iets van u heeft. Hè? Ja, hier de foto. Nou ja, onze koning, onze vorst heeft sinds 2014 zijn eigen bijen. Die staan op de Eikenhorsten en Opperlijst Noordeinde. En daar gaat het heel goed mee. Okay. En zoals hij dat laatst bij een commercieel tv-station nog zei, elk jaar wordt de honing geslingerd van de bijen. Ja. En dat is natuurlijk mooi. En, maar ook onze minister-president heeft bijen. Er staan twee volken op het Katshuis. Okay. En we hebben natuurlijk in 2013 onder hele grote belangstelling bijen in de binnentuin van de Tweede Kamer neergezet. En daar zijn we ook heel blij mee. Waar het eerste parlement in de wereld met eigen bijen. Ja, daar waren we, dat was iets moois. Want die Fransen, wij Nederlanders... Je kan er bijna met je verstand niet bij. Nee, met je verstand niet bij. Nee, het was een hele bijzondere actie. Want wij hebben die bijen neergezet in de binnentuin van de Tweede Kamer. Ja. En de Fransen kwamen 3 maanden later. Tot groot genoegen van de leden van de Tweede Kamer, het kabinet, dat wij... Maar het begon hier in het gemeentehuis. Hoor. Ja, dat was... Zie je? Ja. Heeft